Kijk aan. Nou, zal ik het maar gewoon laten zien dan? Want ik hou het ook niet meer. En de kippen die zeggen ook, onze twee haantjes, dat ze het wel heel graag willen laten zien. Nou, mensen. Daar gaat hij. De dierenoptocht in Londen is er. Hij is echt zo mooi geworden. Ik heb er wel mega lang op moeten wachten. Maar het is echt de moeite waard geweest. Kijk, Ewald die heeft ook prachtige illustraties erbij gemaakt. Die ook echt super vrolijk zijn. Zien. De wie. Ik heb dit boek geschreven op verzoek van mijn nichtjes. Dat was met kerst 2019. Mijn vader is eerste kerstdag jarig. En wij zaten toen met z'n allen bij elkaar. En mijn nichtjes zeiden: wij willen zo graag dat jij ook eens een keer een boek schrijft voor ons. Want je hebt al zoveel boeken geschreven, maar wij zijn er nog nooit in voorgekomen. Dus vandaar vier dieren, want het zijn drie zusjes en een broertje, Michiel. Maar Michiel was toen nog een baby. Dus die moest de herderspuppy worden, want die was nog heel erg klein natuurlijk. Maar Jolijn, die wilde een kampoentje zijn. Nou, ik noem dat een lieveheersbeestje, maar zij noemde dat een kampoentje. Dat vind ik dan ook wel leuk. Liesbeth, de oudste, die was tijger. En Caroline, een kitten. En we hebben met z'n allen ook zitten brainstormen over waar het verhaal over moest gaan. Maar ja, uiteindelijk heb ik daar maar een gedeelte van kunnen gebruiken. Want ja, zij zijn natuurlijk. Ging alle kanten op. Hè? Je moet er toch wel een beetje over nadenken over zo'n boek, hoe je het opzet. En ook vol grapjes. En ik moet ook zeggen, dat heeft Ewald ook leuk gedaan. Want die heeft zeg maar de grapjes van mij ook weer heel leuk verwerkt en aangepast. Ja, ik zie nu pas ook. Hier de kat. Oh, dat is de tijger. Daar is de kat. Die heeft een rugzak om. En een vis erin, zie je dat? Echt een hartstikke vrolijk boek geworden. En heel erg mooi. Ik heb er lang op moeten wachten. Maar het is absoluut de moeite waard. Nou, kijk, deze. Heel trots op. Op een gegeven moment komen ze in het kasteel van Dover terecht. Dan worden ze opgesloten, dus dan moeten ze weer gaan proberen om te ontsnappen. En als ze dan wegrijden, is het donker. Dus ik had ook aan Ewald gevraagd of hij een dorpje wilde tekenen. Zo'n echt Engels dorp waar ze dan doorheen rijden in het donker. Nou, je ziet ook zo'n kerk. Dat heeft hij echt zo prachtig gedaan. Goedemiddag. Ik was zo druk bezig met inpakken en dat soort dingen, dat ik helemaal, bijna helemaal was vergeten dat ik vandaag om 4 uur de kleurrijke boekentour zou afsluiten. Hier, kijk, ik ben bezig met al die mooie boekenleggers die de mensen erbij krijgen. Zie je, ik maak daar allemaal pakketjes van. Van de boeken van Jolanda. Van Marieke. En die van Titia. Ze hebben allemaal van die leuke boekenleggers erbij gemaakt. Dus die gaan dan in zo'n zakje met een kaartje erbij en wat andere dingen. Ja, er zijn ook mensen die hebben alle boeken besteld. Dus die krijgen er natuurlijk wat leuke verrassingen bij. Nou, nu ben ik heel druk bezig met inpakken en signeren, zodat alles vandaag nog naar de post kan. Want dat is natuurlijk wel leuk, hè? Dat iedereen morgen dan uiteindelijk de boeken op de deurmat heeft staan.
Voor heel veel mensen kan het trouwens niet door de brievenbus gepropt worden, want sommige mensen krijgen een doos vol boeken als je het verrassingspakket hebt besteld. Nou, naast me ligt die. De dierenoptocht in Londen. Het boek waarop we zo lang hebben moeten wachten. Wat is die mooi geworden? Ik ben echt zo blij. Zo blij. Zo'n vrolijk, kleurrijk boek geworden. Dat heeft Ewald echt prachtig gedaan. Nou, en ik zei bij de vorige live al, ik heb het boek geschreven voor mijn nichtjes. Ik denk dat ze hartstikke blij zullen zijn met wat ze veroorzaakt hebben. Want zij zijn natuurlijk toch een beetje de aanstichters geweest van het geheel van dit mooie boek, De Dierenoptocht in Londen. Nou, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk al heel veel boeken geschreven. Ik geloof dat dit, nou, ik ben zelfs de tel kwijt. Ik zou niet weten de hoeveelste dit is. Maar het went niet hoor. Het blijft toch ook gewoon hartstikke leuk om nieuwe boeken binnen te krijgen en voor het eerst open te doen. Dat is wel echt, blijft heel verrassend en leuk. Nou, het codewoord voor de mensen die het gemist hadden. Het codewoord voor deze presentatie, voor dit boek is wachten, omdat we er heel lang op hebben moeten wachten. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van de online boekentour. Ik in ieder geval wel en mijn mede-auteurs en mede-kleurrijke schrijvers ook. Nogmaals heel veel dank voor Jolanda Piekaert, de kleurrijke schrijfcoach met wie ik dit samen heb gedaan. We hebben hier samen over gebrainstormd en heel veel over gebeld en dingen over bedacht en verzonnen. En ik moet zeggen, ik ben heel blij met hoe het allemaal gelopen is. Er zijn ook mensen die vroegen of we het niet jammer vonden dat we het op deze manier hebben moeten doen. Maar ik kan zeggen, nee, helemaal niet jammer. We zijn juist heel blij dat we op deze manier alsnog een boekpresentatie hebben kunnen doen, kunnen houden. En de auteurs die hebben hun boeken gehad en hun feestje, want het is echt wel een heel erg leuk feestje geweest, ook voor de auteurs, hebben ze mij laten weten en Jolanda laten weten. Er zijn 5 prachtige boeken gemaakt en we hopen dat daar heel veel mensen heel veel plezier aan gaan beleven. Nou, het codewoord is dus wachten. Ja, Lenny, beter laat dan nooit. Ja, het is het wachten zeker waard geweest. Nou, ik moet zeggen, het blijft altijd wel, ja, je wordt er best zenuwachtig van, hè, als zo'n boek maar op in productie blijft staan. Maar nou, een belletje naar de drukker heeft wel geholpen om het proces wat te bespoedigen. En het boek is prachtig geworden. Dus ik ga snel ook een doosje voor Ewald klaarmaken, zodat hij ook zijn werk kan zien. Oh, en wat ik nog wel leuk vind om te vertellen. Met Ewald ben ik al bezig om te kijken voor een nieuw deel van dit boek. Want ja, die dieren die hebben zoveel lol samen. En het is zo leuk om dat mee te beleven. Dus er komt een vervolg. Dan weten jullie dat wel. Dus dat zal dan waarschijnlijk ergens volgend jaar zijn. Want kost gewoon veel tijd om het te schrijven, maar vooral ook om deze prachtige tekeningen te maken. Maar de dieren gaan nog een keer op reis. Niet naar Londen, ze gaan ergens anders heen. En waar ze naartoe gaan, ja, dat houden we nog even geheim. Nou, bedankt allemaal nogmaals voor iedereen die erbij was. Iedereen die de live tour gevolgd heeft. Iedereen die de boeken heeft gekocht. De vele mensen. En ik ga snel weer door met inpakken, want ik vind het gewoon heel fijn als morgen iedereen de boeken voor de deur heeft staan of op de deurmat heeft liggen.